Vandaag brengt Ondiep TV een bezoek aan Megava, de spuitgieterij waar Ondieper Ad Smit al 60 jaar eerst als werknemer en nu als eigenaar werkzaam is. Wij zijn een aluminiumgieterij die alleen maar technische producten maken. We staan hier voor het schilderij. Als jochie van 18 jaar ben ik begonnen als leerling gereedschapmaker in de Gashuisstraat. Daar zat toen een gieterijtje en op de Beeldstraat hadden we ons kantoor. Na vele overnemingen en toestanden is in 1957 dus de naam Megava geboren. Megava betekent metaalgieterij en apparatenfabriek. Kijk, dit is nou het gereedschap wat ik dus maak en zelf ontwikkeld heb. Dit is een tweedelige lantaarnpalvoet van de maat 145. Nou, we hebben hier een product gegoten. En dan is het even met z'n tweeën een klein tikje. En dan heb je het product. In 1984 zijn we dus van de Bilstraat gegaan naar de Schaverijstraat. En hier zitten we inmiddels ook weer 30 jaar. Ja, en twee keer 30 is 60. Hè. Wij doen twee types van gieten. Dus één is kokkiergiet. Dan giet je met je hand een stalen vorm vol. En de andere kant is het dus spuitgieten. Dat zijn hydraulische machines met enorme drukken en enorme klappen. En ik hou me alleen maar bezig met de ontwikkelingen van de gereedschappen die daarbij nodig zijn. Hier staan we dus voor een hydraulische spuitgietmachine. Dan gooit je het materiaal erin. Ja. En dan krijg je, dan komt hij. Oh ja. Dan is het pats. Dat is een filterhuisje. Dit zijn jongens, die komen van een bepaalde school af, ik ben even de naam kwijt. Die dus een beetje moeilijkheden hebben met leren, met toestanden. En deze knaap die zit nu al een paar jaar bij ons. Die heeft zich nu opgewerkt tot afdelingschef van de spuitgieterij. Die hebben we helemaal opleiding gegeven, het is een kanjer geworden. En is het nou een jochie uit Ondiep. En ook een jochie uit het Ondiep. Je bent in dienst getreden als werknemer. Hoe ben je nou eigenaar van het bedrijf geworden? Als je 18 jaar jochie daar begon en toestanden, hadden wij dus een chef racemaker. En vooral de directeur, meneer Van Haren, die heeft mij dat vaak helemaal geleerd. Wij werkten vroeger veel voor de Bico wasmachines. En meneer Berikhoff, die heeft toen ons bedrijf gekocht om zijn eigen productie veilig te stellen. Want het ging niet goed toen de tijd. Nou, toen ben ik met meneer Berikhoff doorgegaan tot 1 januari 70. En toen heb ik het zelf overgenomen. Vanaf 1 januari 70 tot 1 januari 80, het waren 10 jaren. En ik heb er 10 jaar over gedaan om de zaak te kopen. En vanaf 1 januari 80 was ik eigenaar-directeur. Hier is het zogenaamde kokkierwerk. Dit zijn dus gietijzeren modellen die ik allemaal zelf maak. En daar waar we met de hand het materiaal in gieten. Kijk, en hier heb je nou wat meer vaardigheid bij nodig als bij het spuitgieten. Waar de spuitgieten is dus ingieten en de knop drukken. Maar hier moet je echt gevoel voor hebben dat je ook nagieten. Dat er maar namelijk geen gietgalletje in zitten. Zitten de gietgallen in, nou ja, na het bewerken, dan moet je het bewerkingskosten betalen. En de gietgal krijg je voor je hoofd, dan kan je in de pot houden. Ja. Dus heel belangrijk is het dat alles wat we gegoten hebben, dat het ook goed is. Waar ben jij in Ondiep nou precies opgegroeid? In de Wingerstraat. De Wingerstraat nummer 14 ben ik geboren en ik ben er getogen. En ik ben er, toen ik ging trouwen ben ik eruit gegaan en altijd in de Wingerstraat gewoond. De straat die nou niet meer bestaat, hè? Nee, ik loop dan nou wel door het nieuwe wijk en ik kan de straat niet meer vinden. Wij leveren aan Amerika, Brazilië, Italië, Afrika, Zwitserland, nou ja. En nog België, Duitsland vooral. Een Ondieper eigenlijk, die materialen maakt, die door de hele wereld heen. Ja, ja. En trots hè, die Ondieper, hè? Dat vind ik hartstikke mooi. Nou, tot slot jongens, dit is dus mijn afdelingje. Hier doen we dus en het onderhoud van alle matrijzen en kokkiers. En we maken zelf nog al het een en ander. Ik bemoei me niet met dit, ik bemoei me uitsluitend met mijn maatje gereedschappen.
Ben je nou trots op wat je bereikt hebt? Ja, natuurlijk. Als jochie, want mijn vader geloofde er nooit in. Hoe kon zijn jongste zoon voor zijn eigen beginnen? Die snapte er helemaal niks van. En ik neem die 60 jaar, ja. En ik ben nog steeds trots op het zaakje. En ik kan het niet loslaten. Want hoe lang ben je nog van plan om door te gaan? Minimaal nog 2 jaar dat ik 80 ben. En dan? Dan ga ik bij Murk een partijtje biljetten.